Ik ben Sanne en ik ben dit jaar de Vegement Reporter. We hebben namelijk voor Vegfest 6 sprekerszalen. Dat betekent voor jou als bezoeker keuzestress, want naar wie ga je luisteren? Daarom ga ik je kennis laten maken met al onze sprekers. Hallo, ik zit hier vandaag met Floris van den Berg, filosoof en veganist. Kan jij daarover wat vertellen? Je bent uit ethisch perspectief veganist geworden. Ja, ik zeg altijd zo, ik ben filosoof. Dus veganist, want ik denk dat als je gaat filosoferen, dat je dan noodzakelijk uitkomt bij veganisme. Het heeft bij mijzelf, moet ik toegeven, erg lang geduurd. Filosoferen betekent dat je ethisch reflecteert over wat het goede leven is en hoe je ethisch moet leven. En een van de belangrijkste spelregels is denk ik dat je zo leeft dat je probeert andere voelende wezens geen schade te berokkenen. En dat doe je dus wel als je dierlijke producten eet. Want, dus dat, daar volgt dan noodzakelijk uit dat je in onze samenleving... Ja, dat een morele imperatief heb om veganist te zijn. Dus als je zegt, ik ben filosoof, ik denk kritisch na. Hè, dat geldt dus niet alleen voor de academische filosoof, maar ik denk kritisch na. Dan ben je dus veganist. En als je dat niet doet, hè, dan ben je of je denkt niet goed na. Of je wil niet durven handelen op basis van je eigen rationele conclusies. En je bent eerst vegetariër geweest en hoe ben je dan tot veganisme gekomen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik met terugwerkende kracht natuurlijk wel enigszins beschamend terugkijk omdat het zo lang geduurd heeft. Maar toen ik filosofie ging studeren, toen ging ik onder andere Peter Singer lezen met zijn beroemde boek Animal Liberation. En toen ben ik vegetariër, ook samen met mijn vrouw. En toen heeft het nog 20 jaar geduurd voordat ik ook die stap naar veganisme ging maken. Ik ben ondertussen wel een stukje steeds meer opgeschoven, maar nooit echt toegekomen. Totdat ik op een gegeven moment weer een van die horrorfilmpjes zag van Farm to Fridge. Waarin je ziet hoe het met de zuivelindustrie aan toe gaat. En dacht, ja, het is gewoon te gek dat ik moet ook gewoon mijn melk in de koffie opgeven. Toen zijn mijn vrouw en ik allebei veganist geworden. En toen dacht ik, ja, maar had ik dat maar 20 jaar geleden geweten. Waarom heeft niemand mij ooit gezegd dat om het ethische leven dat je veganist moet zijn? Niemand zei dat er ooit al tegen mij. En toen heb je een boek geschreven? Toen heb ik een boek geschreven, De Vrolijke Veganist. In de hoop dat als ik zelf dat boek had gehad 20 jaar geleden, dat me dat 20 jaar had verschil. Oké, en je geeft ook les aan de Universiteit Utrecht. Wat doe je daar precies? Want vertel je daarbij ook dingen over veganisme? Ja, mensen daarmee bekend? Ja, want ik doseer milieufilosofie en algemene ethiek. En ik vind dat ook dieren in onze morele cirkel gesloten moeten worden. Dus daar kom je sowieso op dieren. Maar als je kijkt naar duurzame ontwikkeling, dan is de intensieve veehouderij een van de allergrootste obstakels voor duurzaamheid. Dus dan is het eigenlijk logisch dat je dan ook bij veganisme als een van de makkelijkste oplossingen is. Veganisme is een zo makkelijke oplossing voor zoveel problemen. Zowel voor het onnodig dierenleed als voor de enorme ecologische voetafdruk die je vergroot als je dierlijke producten blijft eten. Dus, en je hebt er niks voor nodig. Je hebt er geen technologie voor nodig. Je hebt er geen investeringen voor nodig. Je hebt alleen je eigen levensstijlwijziging voor nodig. Dus dat is ook waar ik naar streef en waar ik ook in mijn colleges naar werk. Als ik hoop dat Nederland, als het zegt dat ze serieus met duurzaamheid, streeft naar volledig plantaardige landbouw. Dan zitten we hier in de Universiteit Utrecht en onze rector die heeft laatst daar ook al iets over gezegd dat de universiteit daar eigenlijk een voorbeeld in zou kunnen zijn. Hoe zie jij dat, de rol van de universiteit hierin? Ja, dat is leuk. Dat is trouwens in dezelfde zaal waar professor Van der Zwaan die uitspraak deed, dat hij vond dat vlees eten eigenlijk niet op de universiteit thuis hoort. Als ethische uitspraak. Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Maar ik vind ook dat de universiteit zelf... Kijk, de rol van de universiteit is hopelijk om bij te dragen aan een betere wereld. Net als dat wij een instituut hebben voor mensenrechten. We hebben natuurlijk niet een instituut voor sharia-rechten aan de Universiteit Utrecht, die daarvoor pleit, maar wel een instituut voor mensenrechten. Dus we hebben... De universiteit heeft een normatief ideaal. En als de universiteit zegt, wij vinden duurzaamheid belangrijk, en dat staat ook in haar eigen business statement, dan ligt het voor de hand om ook naar duurzaamheid te streven. En de belangrijkste, de grote stap die je in één keer kan maken is overstappen op een plantaardig dieet. Dus ik vind ook niet het idee dat er geketend moet worden voor veganisme. Dat vind ik eigenlijk nergens op slaan. Ja, ik vind het natuurlijk wel plezierig, maar het gaat erom dat er helemaal geen dierlijke producten meer gedaan worden. Want daar zit het probleem in. Dus ik streef naar een volledig plantaardige universiteit. En dat iedereen ook snapt waarom dat zo is.
Net als dat ik streef naar een volledig plantaardig Nederland. Ik wil graag dat Nederland het eerste veganistische land ter wereld wordt. Wij zijn daar goed in, het eerste land. We zijn in 2001 waren we het eerste land dat het homohuwelijk legaliseerde. Ik wil ook dat Nederland het eerste volledig plantaardige land wordt. En daar wil ik aan bijdragen. En Utrecht kan daar een belangrijke rol in spelen door dat te laten zien. Utrecht gaat binnenkort ook alweer een belangrijke rol spelen door eigenlijk een evenement te hosten in de Jaarbeurs. Ja. Het Vegfest op 4 december, daar kom jij ook spreken. Waar ga jij het daarover hebben? Ja, ik vind het ontzettend leuk om weer op Vegfest te mogen staan. Dat gaat over mijn nieuwe boek die in januari 2016 uit zou komen. Het heet De Vrolijke Feminist. En kijk, als ethicus ben ik geïnteresseerd in, of ik maak me zorgen om, onnodig leed in de wereld. En ik focus dan steeds in mijn werk op andere categorieën. Zoals ik heb eerst op niet-menselijke dieren gefocust, maar en nu focus dan op vrouwen die wereldwijd nog enorm onderdrukt worden en onnodig lijden. En het interessante is dat je kan zien dat die onderdrukking, dat is een mechanisme. En dat is eigenlijk hetzelfde soort mechanisme waarin dus wezens op een andere morele status krijgen toebedeeld. Dieren of vrouwen. En daardoor dat ze heel veel leed wordt aangedaan. En ik vind het dus frappant om te zien dat niet iedereen dat ziet. Dat ook heel veel feministen, dat de feministen zijn die opkomen voor de vrijheid van vrouwen. Die herkennen die onderdrukkingsmechanismen, maar dan tegelijkertijd vlees blijven eten. En dat is inconsistent. Dus ik vind het wel mooi dat de meeste veganisten ook natuurlijk feminist zijn, opkomen voor vrouwenrechten en voor homorechten. Maar lang niet alle mannen of mensen die opkomen voor homorechten zijn ook veganist. En dat is inconsistent. Ik wil graag laten zien, en nu dus vooral met name op feminisme, dat het inconsistent is om op te komen voor de ene categorie slachtoffers en tegelijkertijd deel te hebben als onderdrukker in een ander onderdrukkingsmechanisme. En tot slot, allebei de boeken heten De Vrolijke Feminist en De Vrolijke Veganist. Want het idee is, als je leeft in een samenleving die dus vrij is van die onderdrukkingsmechanismen, dat een vrolijker, een blijere, leukere, rechtvaardiger en betere wereld is dan een wereld met die mechanismen. En daar kunnen we naar streven. Dat vind ik absoluut een mooi streven en ook een mooie afsluiter, denk ik. Wil je meer weten over dit onderwerp, kom dan absoluut naar Floris van Berg luisteren op 4 december in de Jaarbeurs in Utrecht. Dankjewel, Floris. Dankjewel, Sam.